werkzaamheden op de Waalbrug rijden bussen een alternatieve route, deels over de Waalkade. Restaurant Dok 17 maakt zich serieuze zorgen over de gevaren van deze bussen. Ze hadden de situatie zich ook anders voorgesteld. Het eerste plan was natuurlijk om de bussen uit de Burgstraat naar de kade te krijgen. Dat is ook gelukt, dat is ook prima. Maar nu zijn dat er 66 in een uur. Op spitsmomenten, ja, dat is gewoon bizar hoog. En dat is, als je dan met die aantal bussen en die snelheid ziet, ja, dat kan gewoon niet. Onze reactie, ja, pure frustratie. Het was heel erg frustrerend. Dat je denkt van, er is zo'n goed uitgevoerd plan en dan moet het toch net zo, ja, net niet afgemaakt worden. Door middel van het te hard rijden van die bussen. Ja, het is gewoon niet nodig. Afgelopen weekend tijdens de herdenkingen rond Market Garden was het erg druk op de kade. Ook omdat het geweldig weer was. Afgelopen weekend, ja, heel mooi weekend. Je zag het ook, straten liepen vol met kinderen, ouders, gewoon gezinnetjes. En onze terrassen liepen natuurlijk ook gewoon lekker vol. Maar ja, je ziet wanneer een kind zomaar oversteekt en dan komt een bus met 40, 50, 60 aangereden. Ja, dat is gewoon niet te doen. Dok 17 hoopt dat er wat gaat veranderen. Steun van de buschauffeurs is er nog niet. Want we hebben ook vaak zat ervaringen nu gehad dat de buschauffeurs echt gewoon de kop omdraaien en gewoon keihard doorrijden. En ons daar maar laten staan met ons dienblaadje. Als hier dadelijk iemand dood wordt gereden of ernstig gewond raakt, ja, wij kunnen het ons niet vergeven. Dus wij strijden er echt voor dat die kade gewoon busvrij wordt.